Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Ederson, helemaal naast de bal en daar is Tete. Tete moet hem afleggen. Hij maakt hem zelf, dacht hij. Maar er zat nog een voet tussen. Hij moet hem altijd afleggen. Maar ging voor eigen succes. Oei, Ederson. Wel. Dat hebben we zelden van hem gezien. Angelino was naar binnen genepen. En dan kan hij laten aan Ederson, maar die trapt los naast de bal. En dan nog de voet van Fernandinho. Hop. Tete. Je moet hem gewoon opzij leggen. Hij had de ploegmaat daar aan de penaltystip. En die heeft hem er maar in te duwen. Half uur onderweg. De Bruyne met de corner. Dat is weer een variant. Gundogan. Angelino. En de koppel van Otamendi. Dat was een stevige. Maar Piatov gaf geen krimp. Veel variaties in de corners bij City. Geen spel van Otamendi. En die klimt daar hoger dan Krivtsov. Stevige kopslag. Piatov paraat. Recuperatie De Bruyne. En dan krijgt hij de overtreding mee. Terecht. Aangelopen door Junior Moraes. Oeh, hij werd daar echt... Ja, dat is een gele kaartovertreding van Junior Moraes. Stikt daar met de stuts. Het steunbeen aan van Kevin De Bruyne. Ja, ondertussen weer iedereen terug natuurlijk bij Shakhtar. Jesus. En nu dan. Gundogan. Het is eindelijk 1-0. 10 minuten na de pauze. De Bruyne met de pre-assist. Was bedoeld voor Jesus. Die kwam niet tot een schot, maar kon de bal nog wel tot bij Gundogan krijgen. En dan was het voor de Duitse Turk een koud kunstje om te scoren. Eindelijk toch eens een opening gevonden. Kovalenko. Junior Moraes moet even bijhouden. En vindt Tete. Aansluiting van Dodo. Krijgt hij ook de bal. En legt hem goed af. De goal. Manor Solomon. Ze waren met niet te veel, maar een uitstekend uitgespeelde actie. En de invaller scoort. Alles ter beginnen voor de mannen van Pep Guardiola. Goed al verweken de tweede helft. Junior Moraes is een vervelend mannetje om tegen te spelen. Woelwater. Jesus komt er niet bij. Piatov ook niet. En dan Silva en de bal er niet in. Net voor de lijn, weggewerkt door Krivtsov. Het zou een beetje een rare goal geweest zijn, maar die tellen ook. Bernardo Silva. Het zal nu moeten gaan gebeuren. En hier komt de voorzitter. Nu
En niemand op de goede plek. Einde van de wedstrijd. Geen goede wedstrijd. Daar hebben we het al over gehad. Maar Man City heeft zijn zaakjes op orde. En voor beide ploegen eigenlijk een goed resultaat. City is zeker van kwalificatie. Zeker van de eerste plaats ook in de groep. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.